Maar de manier waarop, hè, het lijkt wel alsof je bij Sinterklaas wordt gevraagd. Ja, Valentijn, Duitsland in topvorm, hè? 1-0, Oman. Ja, Tom, we hebben 3 puntjes gepakt. Ja. Dus we moeten uitkijken voor Qatar, hè? Dus ik denk dat voor die Duitsers een heel moeilijk toernooi gaat worden. Nee, zonder gekheid. Ik denk dat Duitsland een van de favorieten is voor dit toernooi. Ja. Nederland heeft tegen ze gespeeld en is in de helft helemaal weggespeeld. En dit zegt natuurlijk heel weinig. Maar de bookmakers, de bookies, hebben Duitsland ook niet zo hoog staan. Nederland wel heel opvallend. Ja, want Grace Note, die berekent dat dan, hè, zo'n sportdatabureau. Brazilië favoriet. Argentinië op de tweede plek. Kan en ik dan me niet komt... voorstellen. Nederland? Ja. Ja, ongelooflijk. Kan mijn end, hè? Ja. Nou ja, dat sowieso. Maar we hebben natuurlijk zelf ook gezegd, halve finale moet je wel kunnen halen. Dus dan zit je al bij de laatste 4. En dan hoor je ook bij de laatste 3 van Grace Notes. Ja, maar Argentinië, die zeg jij, die pakken we even. Maar dat is kwart finale. Oh, die krijgen we... Ja, dus we moeten tweede worden. Maar ja, Qatar doet ook mee. Dus tweede achter Qatar in de pool, denk ik. Nou ja, we gaan het allemaal afwachten. Vandaag voor het Nederlands elftal, de dag waar veel over is gesproken. Die ontmoeting met die migranten. Het zijn er 20 volgens mij, hè? Ja, ik geloof het wel. Ik heb ze nog niet geteld. Ik heb ze ook nog niet gezien. Nee. 2 miljoen in totaal hier. Ja, nou, ik vind het gewoon een heel goed initiatief. Het is, je neemt in ieder geval een initiatief. En welk initiatief je ook neemt, dat is altijd goed. En geen initiatief zoals Hugo Lloris, keeper van Frankrijk, die dan die One Love Band uitdoet. Dat gaat helemaal nergens over. Dan begrijp je het niet helemaal. Maar dat het KNVB, dat ze hier mee zijn gekomen, vind ik gewoon goed. En ik zag ook het woordje FIFA erbij. En daar heb ik Gijs de Jong gevraagd wat dat dan precies voorstelt. Van de KNVB, ja. Van de KNVB, de secretaris-generaal die hier achter zit. En hij zei, de complex waar het Nederlands elftal op traint, daar is ook de ontmoeting. Hij zegt, en dat is FIFA-grond in principe. Okay. Dus wij hebben toestemming nodig van de FIFA. En die wilde ook graag dat we dat in het perscommuniqué zouden zetten. Dus dat is dan zeg maar gedaan. Ze houden alles in de gaten, hè? Ze houden alles in de gaten. Qatar en de FIFA, dat is één pot nat. Ja. Als het over het Nederlands elftal gaat, gisteren, dan heb ik het dus over woensdag, werden Frimpong en Xavi Simons ontboden. Ze mochten op audiëntie komen bij de bondscoach. Ja. Wat is het verhaal daarachter? Nee, nou, ik weet niet of het precies gisteren, maar gisteren kregen we het dan te horen van Van Gaal. Want het zijn natuurlijk 2 nieuwe internationals. Maar de manier waarop, hè, het lijkt wel alsof je bij Sinterklaas wordt gevraagd. Hè, van wilt u even komen bij mij? En dan mochten zij even met hem praten. Ja. Kijk, als dat de verhouding is tussen trainer en spelers, dan is de afstand wel heel groot. Terwijl je natuurlijk van iedereen hoort dat Louis van Gaal zich heel goed kan inleven in de huidige jeugd. Hè, hoe de jeugd overal over denkt. En dat hij daarin ook meegaat. Maar ja, zijn woordkeuze was niet allergelukkigst. Hetzelfde gold natuurlijk voor dat mannetje. Hè, wat daar rondliep. Die liep met 1 microfoon. Die moest door een zaaltje heen lopen. Nou, hij noemde die het mannetje. Hij noemde hem het mannetje. En dat ze in Qatar heel veel mannetjes hebben om alles te doen. En dat daar dan uitgerekend maar 1 mannetje was. Dat verbazen hem. Het was ook verbazendwekkend dat er maar 1 was. Maar om die meneer dan gewoon mannetje te noemen en zo, dat is een beetje minderwaardig. Ja, dat hoort niet. Maar ik denk dat hij uiteindelijk toch wel ook af en toe in de spiegel kijkt en dan leert van zijn eigen persconferenties. Oké, dat doen we allemaal. Nou, dat zeg je, maar hoe lang geeft hij al dit soort persconferenties? Ja, maar de man is ook 71, dus ja, misschien mogen we dat ook niet meer van hem verwachten. Nee. Van Gaal die valt op met uitspraken, maar dat is niks vergeleken met Cristiano Ronaldo. Heel de voetbalwereld lijkt te sidderen, want elke keer komt er weer iets naar buiten met dat veelbesproken interview met Piers Morgan. Hè? Ja. Nu zag ik al dat de beeldenis van Ronaldo van het Manchester Stadion werd getrokken. Een soort poster. Ja, nou, dat duidt op 2 dingen. 1, dat het einde Ronaldo is bij Manchester. En dat kan ook niet, dat kan ook in feite niet anders. Ja, en dat zijn populariteit is natuurlijk sterk gedaald. Want anders zouden supporters dit nooit pikken. En ik denk dat de supporters uiteindelijk kiezen gewoon voor de nieuwe lijn. Want hij vond ook eigenlijk tussen de regels door, zei hij, van Erik ten Hag is een uitvinder. Die denken het allemaal opnieuw te kunnen uitvinden. En dat soort trainers heeft hij wel vaker meegemaakt. En die houden het vaak niet lang vol. Maar ik denk dat Erik ten Hag het nu langer vol gaat houden dan Ronaldo bij Manchester United. En Erik ten Hag, dat is in feite de toekomst voor Manchester United. En Ronaldo is het verleden. Dus ik begrijp heel goed dat ze dat weg hebben gehaald. Argentinië had trouwens wel nog een wervelende oeverzegen. Maar ik heb ook Campos nergens op dat veld gezien. Ongehoord, hè? Die is met de staart tussen de benen. Maar in Amsterdam zien ze hem ook niet meer. Nee. Dus die is als de sodemieter
terug naar Sevilla. Misschien dat hij daar wel wat potten kan breken. Want in Amsterdam is het natuurlijk niks geweest. En ik heb ook nooit gedacht dat hij de selectie van het Argentijnse elftal... Want hij heeft er vroeger wel bij gezeten. En toen is het eigenlijk nooit gelukt. En dat zie je, er zijn heel veel aanvallers zijn er afgevallen die niet met Messi konden spelen. Of waarmee Messi niet wilde spelen. Dybala is ook zo'n geval. Die zit er dan wel bij. Ja. Maar daar heeft hij ook nooit echt lekker mee geklikt. En dat gold waarschijnlijk ook voor Ocampos. Die natuurlijk altijd met een paar oogkleppen rond heeft gelopen op een voetbalveld. Dus Ajax moet blij zijn dat ze er geen 40 miljoen voor hebben betaald uiteindelijk. En dat de Raad van Commissarissen en daarna ook de directie hebben besloten om hem te huren. En misschien krijg je nog wat van Sevilla terug. Nou, ben je toch wel, denk ik, als je de helft terugkrijgt, is 2 miljoen euro. Dan heb je ook wel 2 miljoen euro te veel betaald. Duur geintje, iets duurder ook dan dit hotel. Met dit schitterende uitzicht, we maken ons op... wat? Subaru Hotel. Het Subaru Hotel, mensen. Ja. Ga daarheen als je naar Doha gaat. Ja, hè? Je mist alleen geen zwembad op het dak. Maar voor de rest, alles erop en eraan. Oké, Vater, dankjewel. Ja.